Voor boeken bestonden dit soort kastjes al langer. Nu zien we ze ook steeds vaker voor planten verschijnen. De zogeheten plantenbiep. Het werkt als een ruilkast. Voorbijgangers kunnen er een plantje uithalen en er eentje voor terugplaatsen. In verschillende Nijmeegse wijken zijn ze al te vinden, zoals hier in de Buis-Balloostraat, Ploegstraat en Daalse Dwarsweg. Mensen zijn tijdens de coronaperiode meer gaan tuinieren, bleek al eerder. Wellicht heeft de opkomst van de plantenbieps daar iets mee te maken.